Op zaterdag 17 januari hield de Sint-Antonius Schutterij Eenend Opwetten haar jaarlijkse teerdag. Een oude traditie toen de schutterij nog het jaar door hun stamkroeg vaak bezochten en de kastelein uit dank voor de klandizie een gratis borrel aan de schutters en hun familie aanbood. Dit jaar voor het eerst weer met een standaard ruiter. Uiteraard hoort een heilige mis en een bezoek aan de kapel tot de traditie op de naamdag van Sint Antonius. Het is een goed gebruik dat wij tijdens de teerdag een bezoek brengen aan de kapel. En ooit hebben we staan te dubben, omdat het zo'n slecht weer was dat we het af moesten blazen. Maar nu zijn de weergoden ons heel gunstig gezind. Dus het is mooi dat we dat op deze manier kunnen doen. De oudste gildebroeder deelt het vuur uit voor de kaarsjes. En dan op naar het schutshuis voor koffie en een borrel.